Alleen die naam al, boom, klinkt echt vet evil. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rickachu en vandaag ga ik jullie vertellen wat mijn 10 favoriete Pokémon zijn uit generatie 2 uit de Johto regio. Vorige week heb ik jullie verteld wat mijn top 10 is uit Kanto en deze week gaan we dus afreizen naar Johto. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je dit een toffe serie vindt en spam alvast jullie top 10 in de comments. En dan gaan we nu snel beginnen met nummer 10. Ja. Dat is Ampharos. Ik heb een zwak voor electric type Pokémon, zoals ik ook al in mijn vorige video zei. Ampharos, attack with tackle! Ampharos is niet de meest badass Pokémon, maar wat ik gewoon tof vind aan Ampharos zijn zijn looks. Ik vind hem er best wel leuk uitzien eigenlijk. Maar wat ik nog toffer vind is dat hij zijn Mareep gewoon keihard beschermt op het moment dat dat nodig is. Team Rocket zit de hele tijd achter Ampharos aan en hij weet dat hij niet kan winnen, maar hij blijft zijn Mareep beschermen. En dat verdient echt superveel respect. Ampharos, let's go! Thunder Punch! In de game heb je op zich wel wat aan Ampharos. Het is best wel een sterke Pokémon in de game. En sowieso electric type Pokémon zijn altijd handig om sowieso eentje van in je team te hebben. Door naar nummer 9. Tyranitar. Echt een badass Pokémon. Hij is super groot. En ik moet zeggen, ik ben hem toffer gaan vinden sinds hij zo OP is in Pokémon Go. Come on out, Tyranitar. Vroeger vond ik Tyranitar wel tof, maar niet super bijzonder. En nu ben je gewoon super blij als je een paar hele goede Tyranitars in je team hebt in Pokémon Go. Die kan je bijna altijd wel inzetten, behalve natuurlijk tegen water- en gras-Pokémon. Hij is super groot, hij is super sterk, hij kan heel veel hebben. Dus als je dit spel speelt, moet je eigenlijk sowieso wel een Tyranitar in je team hebben. En dat bedoel ik als je alleen generatie 2 Pokémon gebruikt natuurlijk. Dus ja, op 9 Tyranitar, door naar nummer 8. De mythische Pokémon Celebi, heel erg moeilijk te krijgen in de games. Het is voor mij een beetje hetzelfde verhaal als bij Mew in mijn vorige video. Het is ergens een hele schattige Pokémon, maar je moet zijn krachten niet onderschatten. Want stiekem zijn dit hele goede, hele sterke Pokémon. Het moment in de tekenfilm waarbij Celebi wordt teruggebracht van de dood blijft me altijd bij. Dan zie je al die Celebi's om hem heen over een oude, dode Celebi. Die geven hem dan weer kracht en die muziek die er dan bij is, is gewoon echt epic. Dat is echt wel een van de tofste stukjes, vind ik, uit de tekenfilm. Eigenlijk is dat al genoeg om Celebi in mijn top 10 te zetten. Ik kan me ook nog het moment herinneren dat ik met mijn Nintendo DS naar de winkel ging. Want daar hadden ze een speciaal Celebi event en daar kon je dan een Celebi krijgen. Die wilde ik super graag hebben. En toen ik hem eenmaal had, was ik echt zo blij. Genoeg over Celebi, door naar nummer 7. Het is Houndoom en Houndoom ziet er zo badass uit. Houndoom lijkt erop dat hij alleen maar slecht kan zijn. Maar als je de tekenfilm hebt gezien, dan heb je de aflevering waarschijnlijk gezien dat hij Togepi gewoon beschermt. Dat hij Togepi overal mee naartoe neemt en terugbrengt naar Misty. Dat zou je niet verwachten, hè, van een Houndoom. Alleen die naam al, Doom, klinkt echt vet evil. En ook die kleuren, weet je wel, dat zwart met oranje. Het lijkt erop alsof hij gewoon rechtstreeks uit een plek komt waar jij liever niet wil zijn. En dat is ook gewoon de reden waarom Houndoom in mijn lijstje staat. Hij ziet er super badass uit. Je moet niet met hem sollen, maar op het moment dat je een Houndoom vangt en je hebt er eentje in je team, zal hij altijd heel erg loyaal zijn naar jou toe en naar je andere Pokémon toe. En dat vind ik gewoon vet, dus daarom gaan we doen door naar nummer 6. Op nummer 6 staat een van de grootste Pokémon en dat is Steelix.
Met Onix had ik niet zo heel erg veel eigenlijk. Maar Steelix daarentegen, ik ben ook wel fan van Steel-type Pokémon. Vind ik altijd heel erg handig, heel erg goed typen. En ja, Onix is al groot, maar Steelix is nog even veel groter. Ziet er ook gewoon tof uit. Ik vind Onix soms een beetje een onnozele blik in zijn ogen hebben. Maar Steelix kijkt altijd echt super stoer. Uiteindelijk heeft Brock natuurlijk ook een Steelix. En op dat moment ben ik best wel fan van Brock. Je doet het goed, jongen, met je Steelix. Door naar nummer 5. Een van mijn favoriete evolutions is natuurlijk Umbreon. Umbreon is een Dark-type Pokémon en hij is een tank. En die twee samen maakt hem echt super goed. In mijn Pokémon Platinum playthrough op mijn kanaal heb ik natuurlijk ook gebruik gemaakt van een Umbreon en dat beviel me echt super goed. Hij gaat bijna niet dood. Dark-type moves zijn heel erg goed om Pokémon te counteren. Het is altijd handig om een Pokémon in je team te hebben die Dark-type moves kent. En het is ook super goed als die ook nog eens een flinke tik kan hebben. Dus in mijn top 10 uit Kanto staat Jolteon. In mijn top 10 uit Johto staat Umbreon. Umbreon, the moonlight Pokémon. The rings in its fur glow when the moon shines on them. Let's go! Nummer 4. Heracross! Ik vind het echt super jammer dat Heracross een region exclusive is in Pokémon Go. Want nu heb ik hem gewoon nog niet in Pokémon Go. Heracross, use Focus Punch! En dat terwijl Heracross dus echt wel een van mijn favoriete Pokémon is eigenlijk. Heracross is een Bug-type Pokémon en ik dacht vroeger altijd dat ik Bug-type Pokémon niet zo tof vond. Maar als ik nu mijn lijstjes afga, zie ik daar stiekem toch best wel veel Bug-type Pokémon in staan. In de tekenfilm is hij natuurlijk een trouwe partner van Ash. Ik vind niet dat hij superveel persoonlijkheid heeft, maar hij ziet er wel echt gewoon heel tof uit. En het is best wel een sterke Pokémon. Ik kan me een gevecht herinneren waarin hij gewoon korte metten maakt met een scissor. En dat vind ik toch best wel knap van Heracross. Door naar nummer 3. Als ik de legendarische hond moet kiezen uit generatie 2 die ik tof vind, is dat toch zeker wel Raikou. Ik wil Entei en Suicune absoluut niet tekort doen hoor. Die twee zijn ook super super vet. Ah ja, hoe Raikou gewoon kijkt, weet je wel. Hij heeft echt zo'n blik van, kom op dan. Wat kom je doen dan? En ja, het is natuurlijk ook weer de elektrische van de drie. En ik weet niet of het toeval is, maar ja, ik heb gewoon een ding met electric-type Pokémon. En dan natuurlijk gewoon het verhaal van de drie legendarische Pokémon die toren hebben beschermd en uiteindelijk weer tot leven worden gewekt door Ho-Oh, vind ik gewoon fantastisch. En daarom moet er zeker wel één van de legendarische Pokémon in mijn top 3. En dat is Raikou. Ben je al benieuwd wie er op nummer 1 staat? Dan moet je even wachten, want we gaan eerst naar nummer 2. En dat is Scissor, de evolutie van Scyther. Ik kies niet voor Scissor op nummer 1. Hij moet natuurlijk wel hoog staan, want ja, als ik Scyther tof vind, moet ik Scissor ook tof vinden. En dat is ook gewoon zo. Ik vind de kleur rood gewoon best wel tof bij hem staan. En het type steel dat hij daarin evolueert, vind ik ook best wel nice. Op een of andere manier wordt Scissor niet echt heel erg sterk neergezet in de tekenfilm. Maar als je hem gebruikt in de game, dan weet je zeker dat Scissor wel een badass goede Pokémon is. Scyther had echt die schade, dat is toch veel toffer. Maar ja, zoals ik net al zei, ik vind Scyther tof, dus uiteraard vind ik Scissor ook tof. En daarom staat hij op nummer 2. En dan nu de nummer 1. Het was je waarschijnlijk al opgevallen dat ik nog helemaal geen starter Pokémon of eindevolutie van een starter Pokémon had. Maar op nummer 1 staat Chikorita. Ja, en niet zijn evoluties. Ik vind Chikorita gewoon een hele toffe Pokémon. Hij is super schattig. In de tekenfilm heeft hij een soort van crush op Ash. Dat is best wel grappig en misschien een beetje raar. Maar Chikorita ziet er gewoon heel erg leuk uit. Hij is schattig. Het is een hele goede Pokémon. En zijn evoluties zijn allebei ook nog eens super tof. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd welke starter Pokémon jullie dan het tofste vinden uit deze generatie. Want met Totodile en Cyndaquil heb ik een stuk minder. Sowieso in de tekenfilm zijn die drie vaak aan het battelen met elkaar. Zo van, ja, wie is nou het tofste? Totodile doet altijd heel erg stoer. Cyndaquil is een beetje, ja, schattig en terughoudend.
En Chikorita is eigenlijk altijd jaloers, omdat hij een beetje verliefd is op Ash. Maar van die drie vind ik Chikorita gewoon het tofst. En die staat dus op 1 in mijn lijstje uit top 10 Pokémon uit de Johto-regio. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van mijn lijstje vinden. Laat het zeker even weten hieronder in de comments. En zet jullie lijstje er ook in. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En dan zie ik jullie, zoals altijd, weer later. Mazzel! Chikorita! Pikachu.